Ja, een pakketje. Oeh, wat zal daarin zitten? Nou, ik heb hem aan. Ja, ik heb ik mijn trui eronder gelaten. Zo. Goedemiddag lieve vrienden. Het is vandaag alweer, wat voor dag is het vandaag, Karin? Dinsdag geloof ik, hè? Ja. Toch? Ja. Ja. 12 januari hebben we ons. Ja, 12 januari. En we leven om 11 minuten over 4. En ik heb vandaag nog 2 keer niks gedaan dan alleen de honden uitgelaten. En even een hapje gegeten. En ja, ik ben nog niet zo lang uit mijn bed. Misschien nou 1,5 uur, zoiets. Ja, maar dat heeft redenen, want ik heb dat er nog een normale 7 zien worden. Ja, niet leuk meer. Nee, echt niet. En ja, dan val je op een gegeven moment toch in slaap. En je hebt je slaap toch nodig en dan word je ook later wakker. En dan word je wakker met zo'n hoofdpijn en zo vreselijk rugpijn. Maar ja, daar kun je ook niks aan doen. Gaat allemaal door. Ja, wat gaan we doen hier ook? Pesten? Nee, ja, Rijka die mag heel graag pesten. Heel graag. Dat is mevrouw Pestkop. Tegenwoordig. Want dan geeft Elwing aan dat ze niet wil en toch door blijven gaan. En dan kun je er wel blijven, de gang blijven om maar op de plek te zitten. Maar ze doet het toch, weet je. Ze blijft een tel op de plek en dan hup, zonder dat je er erg in hebt, zit ze bij Elwing. Ja, totdat ze weer piep is, ja, eigen schuld. Zo gaat dat gewoon door. Ja, net kleine kinderen dat er gaat. Echt hoor. Ja. Dus ja, ik heb nog niks gedaan. Ook het raam, dat lekker belangrijk, het hangt me niet op mijn rug. Ik hou vandaag rustig. Ik ben gisteren best een keer gegaan met alles. Ik ben bijna zonder pauze te houden. Ben ik zo wat doorgegaan. En dan krijg je ook, nou ja, mijn huiselijke zorg, die was er. Nou ja, die was boven bezig. Ik beneden bezig. We hebben samen wel even nog koffie gedronken. En Sandra is geweest. Ja, die kwam onverwacht. Die behoort eigenlijk vandaag te komen. Nou. Voilà. Nou ja, ik denk, kijk het maar nou, ik ga niet verder. Nee, maar ik heb wel een pakketje. Ja, die zal ik even nog pakken, want die ligt bij mijn computer. Dus heb even geduld. Ja, ik zal jullie even naar Rijka toe zetten. Kun je jullie zien? Die ook maar voor het geval meenemen. Ik weet niet of ik een schaar nodig heb. Ja, een pakketje. Oeh, wat zal daarin zitten? Ik weet niet. Maar het is weer zo'n lekker pakketje. Die is zo lekker dichtgezield. Dat ik denk dat ik de schaar daar maar bij pak. Ja. Zo, dat is. Oeh, wat is dat, Elwin? Dat denk ik om de skaar, hè? En er komt er nog één bij. Die wil je ook om nieuwsgierig aan het worden. Hè? Helemaal nieuwsgierig. Ja. Even zien hoor. Ja? Auw, mijn duim. Mijn duim zit vast. Zit het weer in het zakje? Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Waarom een dubbele verpakking? Een dubbele verpakking. Gaat goed. Zo. Ik weet zelf nog niet meer wat het is hoor. Nou, het is in ieder geval een kledingstuk. Ik had een kledingstuk besteld. Ja. En dat is nou binnen, maar.
Ik weet niet eens nu meer hoe en wat. Oh ja, die is ook mooi. Ja, ik dacht dat het er wat anders was. Maar hij is mooi. Ja, hij is mooi. Ga eens fietsen stelen. Ga eens fietsen stelen. Op het Damrak. Zo, oh, die is echt mooi. Echt wel. Nou, ga fietsen stelen op Damrak, jullie. Ik ben zo retour. Jullie laat ik even zo staan. Ja, even geduld, AUB. Ik moet eerst mijn stok weer hebben. Anders kan ik niks beginnen. Ja. Even mijn stok. Ja, dan ga ik hier in het hoekje staan. Ga weg. Hup. Dat uit. Dames. Zijn jullie toch aan het gek doen? Nou, mijn witte trui laat ik lekker aan. Eens even koeken. Zo. Dat er weer overheen. Hop, die laat je erin. Die kant. Zo, nou. Ik heb hem aan. Ik moet wel even mijn stoel weer pakken. Daar. Ga fietsen stelen, zeg ik. Nou, ik heb hem aan. Ja, ik heb enkel mijn trui eronder gelaten. Zo. Ja, mijn stok even pakken. Nou, dan loopt het in een punt naar voren en ook in een punt naar achteren. Ik vind het helemaal leuk. Ja, die buik moet jullie niet opletten, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, dan een zwarte broek eronder. Nou, dan ben je toch, hè? Het hoeft nog niet, ik ken ook een blauw. Ja hoor. Het staat er toch bij. Mijn kettingen even naar buiten halen, kom op. Zo, nou ja, heb ik toch iets moois. Of niet dan? Ja, ik vind hem helemaal top. Echt wel. Ik weet niet hoe. Even kijken. Ja. Kunnen we deze afvinken? Ik ben er blij mee. Ja, echt waar. Nou, dat kan allemaal weg. Want hij zit als gegoten. Ja, hij zit als gegoten. Ik ben er helemaal echt happy mee. Ja, 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 ja. Ik ben blij. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Hier is het heel gek weer. Dan weer zonneschijn en dan... stort het weer met bakken naar beneden. Maar ja, dan moet je op dat moment zelf het zonnetje zijn. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Maar ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden. Zoals jullie allicht al wisten van mij, dat ik vannacht niet had geslapen en er heel laat uit was en niet in orde ben door de hoofdpijn en de rugpijn en mijn knie. Ben ik net wel weer door de kou en regen en alles heen geweest om de woefwaffies uit te laten. En ik ga zo even wat kandel eten geven. Nou, de dames hebben een bak vol, dus ja, daar hoef ik niks aan te doen. Nee. Ze zitten allemaal in de keuken. Eentje voor het raam en twee op de grond. Ja. Ja, ja. Dat is wel weer leuk. Dus ik heb tot op heden helemaal nog niks gedaan. Ja, oké, een film in elkaar gezet, naar YouTube gebracht. Plaatjes gemaakt, ook voor jullie, niet voor Facebook. Nee, voor jullie. Ik ga vanavond ook niet naar Facebook toe. Geen zin in. Ze bekijken het daar maar. Ze redden het ook wel zonder mij. Ja, toch? Ja. Ik heb schele hoofdpijn. Aan de rechterkant.
straalt vanuit, ook met mijn rug, alles is recht. Ja, nou, ik heb het vaker gehad, nou, je wordt er niet vrolijk van. Maar het komt ook door het weer, want er komt toch een hoop slecht weer aan, daar zeg je u tegen, ja. Kandel is ook bijna niet naar buiten te krijgen, alle, nou ja, vanaf het oud en nieuw niet meer eigenlijk, daarvoor eigenlijk al niet meer. Nee, meneer houdt niet voor de regen, meneer houdt niet voor de kou, nee, wie wel, ik ook niet, maar ja, dat zijn, is het weer nou eenmaal, ja. Maar ik hoop toch aan één kant wel dat we ook eindelijk weer een strenge winter gaan krijgen, ja, dat het goed gaat vriezen, dat het als deze toch doorgaat. Maar sneeuwen, nou, mag 's nachts sneeuwen, maar zodra ik lopen moet met die meiden, dan graag weer weg. Ja, daarna, alleen nog wanneer ik met die meiden moet lopen, weg die sneeuw. Daarna mag het wel weer even vallen, ja. Maar ik ben namelijk bang om uit te glijden. Ja, want dan ben ik bang dat ik in het ziekenhuis kom door zo'n ongemak. Nou, daar zit je niet op te wachten. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik ga wel een hapje eten maken. Ik heb twee boeren wienersnitzels uit de vriezer gehaald. En dat staat ontdooien. Maar dat had ik vanmiddag al gepakt, dus dat kan ik straks lekker bakken. En wat ik erbij eet, weet ik nog niet. Misschien een blikje groente, ik weet het echt niet. Misschien eet ik op mijn een stukje vlees en dat ik er een broodje bij eet, dat ken ik nog wel. Want ik heb nog vier broodjes, daar moet ik het mee doen en ik moet dan morgen echt even boodschappen ook doen. En ik zie wel wat ik vanavond doe, misschien dat ik toch wel wat aan het raam begin, ik weet het niet, ik weet het niet. Jullie merken het wel, dan laat ik dat morgen sowieso niet zien. Voor nu wens ik jullie natuurlijk allemaal een hele liefdevolle avond. Geniet ervan met wat jullie doen en verlaat toch op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker met mooie dromen en uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, dan zien we elkaar toch weer. Ja, daar hoop ik tenminste op. Zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!